juist nog maar zo positief houden. Ja, ik erg me toch dood met die rare mensen die allemaal met hun telefoon en de Pokémon Go zo'n poppetje gaan zoeken. Ja jongens, waar gaat het over? Hebben ze nou last van een steekje los? Hebben ze hun pillen vergeten? Of zijn ze gewoon de weg kwijt? Of hebben ze niets anders te doen? Hebben ze thuis een leuke vrouw zitten? Doen ze geen sport of zo? Of zijn ze misschien werkloos? Als je nagaat in de geest, dan gaat er in de geest om mensen met de telefoon op straat gaan lopen om naar een poppetje te gaan zoeken die niet eens bestaat. Als nou ergens een goudmijn ligt, dan zeg van daar wil ik daar best wel. Dan heb ik er zal er misschien nog over na gaan denken om dat al dan niet te gaan doen. Maar een poppetje, een virtueel poppetje. Een poppetje die helemaal niet bestaat, te gaan zoeken. Dat is toch heel erg vreemd. En dan denk je bij jezelf van, heb je nou niets anders te doen? Ik zag net een stuk of 3-4 achter elkaar langs een gracht in het water kijken of daar het Pokémon poppetje. Zien ze nou spoken? Zien ze misschien vliegen? Zijn ze echt de weg kwijt? Of hebben ze nou echt zo'n laag niveau? Dat je zegt van, is dat nou het enige wat ze bezig kunnen houden? Het gaat er helemaal nergens meer over. Maar jongens, ik heb er al zwaar mijn bedenkingen bij. Dat, wat iedereen doet, moet je lekker zelf weten. Daar gaat het mij ook helemaal niet om. Ik zit hier lekker in de straat. Het is woensdagavond. Ik zit hier gewoon heerlijk te genieten van mensen. En gewoon niks te doen. En ik zit me gewoon kapot te erg om al die Pokémon zombies, noem het gewoon zombies. Straks moeten ze echt zoeken, niet naar het poppetje, maar moeten ze misschien wel zoeken naar hunzelf. Dat zal het zijn. Ze moeten wel zoeken naar hunzelf. En ik ben benieuwd of ze zichzelf dan gaan vinden. Maar dat poppetje, oké, dat zal ze heus wel gaan vinden. Maar voor mij, jongens, is dat nou. Anno 2016, zeg maar. Ik denk dat het is, anno 2016, dat mensen het niet meer hun eigen ik kunnen zijn en niet meer met elkaar communiceren kunnen en ook niet leuke dingen met elkaar kunnen doen. Maar nee, dan doe je dat met een virtueel poppetje die gewoon niet bestaat. Tot de volgende keer. En Pokémon Go, ik noem het meer Pokémon Zombies. Dat zijn er gewoon zombies. Kan zo in een horrorfilm. Gespeeld worden die gasten en of in comedy. Ik denk dat ze in de comedy heel goed thuis zijn. Maar jongen, ik wil weten wat jij ervan vindt van die Pokémon Go. Het houdt de gemoederen wel bezig, het houdt de mensen bezig. Maar het gaat echt helemaal nergens over. Tot de volgende keer, massa positief van nieuw vandaag. Pokémon Go, go, heel snel go.